Hallo kijkers van Shine Sprites, we hebben een gloednieuwe video. Het is weer tijd voor Mario Party en we gaan weer tegen Master Mario. En dit keer gaan we mijn minst favoriete landje van de game doen, Spaceland. I'm going to Spaceland, Spaceland, yeah. Memphis, Tennessee, I'm going to Spaceland. Komt alleen maar op dat nummer vandaag op Spotify. Ja, duh. Dat klopt, ding. Word ik nou weer genaaid? Ja. Geef me 2 of 3. 4 is kut. Je bent echt gewoon aan het wachten. 4 vind ik het allerkutst hoor. 4 vind ik echt kut. I'm going to space now. Ik wil alles eerst. Ik mag als eerst. Tweede. Hey. Wow. Laatste. De laatste met 6. Dat is ook bijzonder. Nee. Prima dit. Wat? 10 coins, ik ben de winnaar. Gewoon. Gewoon gaan we weer. Dan gaan we weer. Ja, weet je wat? Als we ooit even voor elkaar kunnen krijgen met alles speelt bij elkaar. Dan wil ik op Dokkapon Kingdom. Ja, dat zou ik wel een keertje willen doen. Ik heb geen idee wat dat is. En dan moeten we Nando torgeren, anders gaat hij de game nooit meer spelen. Zo. Maar ik zou niet dat Nando het niet leuk vond. Ik vind nou, van Nando duurt het te lang. Ja, we zijn de hele week bezig geweest om heel die game te recorden. Ja. Je kan het dus wel in 5 dagen. Sommige mensen hebben 3 jaar. In een blok! Dat zou echt kut zijn. De game kan je inderdaad in 5 dagen, maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat hij gewoon niet 5 dagen wordt recorden. Ja, het is een beetje moeilijk, maar die game heeft geen online. Jordi, het was een pandemie. Alles was dicht. Ja. Deden wij op vakantie 2 jaar geleden. Ik kan me op zich voorstellen dat je dat niet de hele vakantie wil doen. Maar... Als alles dicht is, letterlijk alles, ja, dan moet je dan niet op vakantie gaan. Ja. Maar ik zou, als je van tevoren moet zeggen van ik wil gaan voor een recording vakantie, dan zou ik dat geen probleem vinden. Want ik vind opnemen alleen maar leuk. Nee, maar dat was ook letterlijk gewoon de hele week die game. Mm-hmm. Maar ja, dan zou je ook afgemixt hoor. Ja, we hebben ook andere dingen tussendoor gedaan, zoals Fortune Street, et cetera. Dus zelfs 5 dagen klopt niet, misschien is het 4 dagen geweest of zo. Maar ja, het ding gewoon met die game is, je hebt gewoon tijd nodig. En je hebt online eigenlijk nodig. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Yep. Dus mocht er een remake komen. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. Was het niet een goed lopend spel? Ja, het is een super goed lopend spel, maar... The Binding of Isaac zag ik. Dat is ook best, een leuke game. Alleen wel moeilijk. Ik kan het echt spelen. Wat hier nou precies ertussen? Ja. Boering. Godverdomme, ga in die tyfusding. Sorry, Milan. Ja, ik heb dat al 3 keer bij jou gedaan, volgens mij. Ga in die... Ja! Op 1 seconde na, man. Let's go! Lekker, hey, man. Yo, let's go! Lekker voor je bed. Je bent een bitch hoor, dat Mario. We staan allemaal achter elkaar. Ja. Spicy. Eten en recall. Slechts. Moet ik nou weer geld afstaan? Het is ook altijd hetzelfde. Oh. Nu komt er een taxi. Nou, everyone back to the start. Wat gezei. Waar die tijd. Het is zat tijd. Elektriciteit. Jammer. Zou je die omleiding lamp aan kunnen zetten zo meteen? Oh, dat mag ook. Nee. Och, nou je gaat weer terug. Serieus? Ja. Fuck off. Godverdomme! Echt gewoon wat gauw hoor. Leuk hè, deze map. Nothing of value was lost. Kunnen we opnieuw beginnen? Nee. Nee ook. Andere baan? Ja. De tom met die kut daar. Nee. In een blok? Nee, dat kan niet. Ik moet nog steeds een hele blok serieus in. Klopt ja. Ik weet zeker dat hij er is geweest. Oh, of course. Of fucking course. Tuurlijk. Dat kon jij ook kiezen, toch? Ja. Ja, maar hij doet het ook nog. Wij skippen hem. Weer blok? Nee.
Hidden Blokken. Mini, ga mee. Het wordt toch leuk als we elke keer hetzelfde rondje gaan. Ja. Dat zou echt de gillen van de eeuw zijn. Kijk, een game waar niemand een... Oh. Waar niemand... We kunnen net zo goed stilstaan. Ja. Nog in het. Nee, waar niemand een ster krijgt. Dat alles wel bepaalde bonussterren. Yo, Milan, lekker. Dat hoeding. Yo, jullie zijn goed ineens. Hoe kunnen jullie dit nou weer in één keer doen dan? Hè? Jullie is eerste, holy show. Meer op goed geluk dan iets anders. Gewoon. Oh, blijf wel slapen. Hoe heb je die gevonden? Ik vind het echt knap. Dom geluk. Ik vind het echt knap. Dom geluk. We zijn allemaal niet dood gegaan, dat vind ik ook knap. Ja. Mm-hmm. Leugentijd. Je bent allemaal weer terug. Oh, we lachen minuut 12 gewoon weer. Voorwerpvakje, gouden pijp incoming. Ja hoor. Ik weet niet trouwens hoe het is. Dan zie ik een gouden pijp. Hoofdletel. Roept ja. Hard hoofd hier. Hebbes. Ja. Gepakt. She's got it. She's got it. Baby, she's got it. Misschien werkt het om zo te spelen. Ogen dicht. Die bril is door, hij staat om 6:30. Ik wil ook met de minigame even zo. Ik vind het best. Ik ga wel deze ronde zo, oké? Okay? Hoofdsleutel. Oh. Nee, gelukkig dubbel blok. Dubbel. Ik zie nu drie blokken in mijn ogen. Dat ziet er echt heel vaag uit. Ja, ik zie ook drie dubbels. Nee, maar kijk maar. Ja. Ja, ik ga zo de rest van de tour spelen. Voor mensen die uitleg willen weten, hand betekent één oog wel, één nog niet. Ja, met een bril moet je dan wel er nog even bij zeggen. Nee. Nee. Extra context is niet nodig. Hij gaat er nu vanuit natuurlijk dat hij de minigame gewonnen heeft. Dit is echt mental, ik krijg er bijna kop aan van. Gelukkig heeft Mario niet genoeg geld. Zucht. Kruim. Waarom kies je voor versus? Mario staat voor de zwakke ster. I know. Thief, sorry. Thief. We gaan alle coins van Mario steken. Nou jongens, zet hem op. Nee, dat is toch niet leuk voor zo'n minigame. Het zal jongens, we moeten Mario... Laten we eerst Mario eruit halen. Dus even kijken, Mario is als tweede. Ik begin met een 2. Ja. Oké, we moeten even kijken wat we moeten doen. Wat hij doet, een 1. Wat moeten we doen om Mario te fucken? Maakt op zich nou niet uit. Jullie 2-2 en ik 1. Ja. Of 1, kan ook, maakt mij niet uit. We hebben in ieder geval Mario het wel uit, dat is het belangrijkste. Ik dacht dat je voor ja, ik dacht dat ik ook. Nee, ik durf het niet op aan te drukken. Nu ieder voor zich? Of... Ja, ieder voor zich. Ik heb zo'n drive gekregen. Nou, het is al klaar voor mij volgens mij. Oh nee, niet. Nice. Deze kon ik er niet meer winnen. Als ik 1 had gedaan, had je hem alsnog kunnen pakken. Dus ja. Dus dit was voor mij al klaar. Nou, zeg ik ook. Het is soms ook gewoon net de volgorde die ik krijg. Ja, dat is zeker waar. Het is ook gewoon geen leuke minigame. Nee, ik vind dat echt... Waarom zit het hierin? Mm-hmm. Nou, het zat toch ook wel in die Mario Party 100 collectie in de 3DS? Waarom? Ja. Kijk, als er nou leuke minigames toegevoegd worden, dan snap ik dat toch. Maakt niet uit deze. Jawel. Nu heb ik gewonnen. Als ik twee... Als je 2 had gedaan, had ik verloren. Ja. Dan had hij hem maar gehad.
Het zat op zo'n zuilen spoor op één kop. Ja, dat is nog het meest kloot aan dit alles. Je kan ook nog verkeerd timen ook nog, hè? Ja. Nou, nu is dat wel heel lastig bij deze game om niet verkeerd te timen. Ja. Gewoon! Er wordt monies voor je in. Zo. Kijk, daar hou ik van. En Mario 0, daar hou ik ook van. Ik ga gelijk naar de volgende minigame. Minigame. Waarom heet het ook een klein spel? Klein spelletje. Voor vier. Ja, gelukkig niet zeg. Dit is al erg genoeg. Oh, dit is niet leuk. Ja, dit is echt niet mijn verneukt. Niet mijn minigame. Je verneukt het weer. Dat is rustig man, neem mijn jointje. God, dat is alweer bij me. Nou, we hebben er nog meer dan. Ja, we hebben nog genoeg, dus als je de koelkast wil leegzuipen... Nou, ik doe dat nog misschien. Het is wel echt lekker, jongen. Niemand houdt je tegen. Maar de flesjes zien daar beter dan zijn cupblikje. Ja, dat was wel een goed idee, hè? Ja. In de dating. Dat zijn we. Nou, weer wel een kornje verbroken, verdomme. Nou... Ik verbrak jouw record van Pokepummel die registreert. Niet eens zo snel als het. Als je dat op record in. Ja, dat is waar. Oeps, ik trek tegen tafel aan. Ik doe dat niet. Nee, ik doe het niet. Ik hou er rekening mee. Nee, fuck off! Dat is echt niet eerlijk. Wanker. Ik vind het echt niet eerlijk. Fucking kant. Het feit dat het niet werkt. Oh, fuck off! Werkt. Hoezo? Je krijgt het. Ja, maar dat ben ik. Ja, dus? Ja, ik zeg geen fuck off. Nee. Confetti! Wat leuk hier. Weer op Action Space. Fuck off, echt? Oh. Ik heb echt het gevoel dat ik niks aan doen ben op dit bord. Jezus, moeilijk heb praten. Dat is op de dubbele munten, heeft hij een FTP's genoemd. Ja, ja man, wat een gezeik. Ja, het kan wel, want het is rond de 5 van de 5 dan. Hele blok voor je body. Nee. Nou, het zou wel een plek zijn. Maar nee. Oh, de volgende minigames was voor. Een minigame. Niet zit de muntengame is. Oké. Okay. Dat had ik nog gekund. Hop hoger op, oude. Oh, deze. Ja, deze is fresh. Geen ja. Maar de normale liefjes hoor. Ja. Ja, ik tip alweer naar de aarde. Lekker man. Tuurlijk, krijg de tyfus met je. Back. Hé. Hey. Ah! Sorry. BCD. Krijg de tering. Ja, la la la. Hey, tering. Hey, oude nak gooiden. 132, 120. Godverdomme. Echt, wat? Dit is mijn kutgame. Ja, maar in principe heb je niet zoveel van nodig, maar ja, je moet precies jumpen, anders win je niet van... Master Mario. Master Mario, ja. Luigi tijd! 1. Dat is 7, dat is geen 1. Nou, als ik schil kijk, is het misschien een 1. Oh, dan kom ik op pauze. Ja, dat probleem had ik net ook. Dat gaan we niet doen. Nee. Dus ik dacht van, ik hou... Waarom laat je sterven mijn grabs? Omdat ik jou dat gun. Ik wou gewoon niet op huis komen. Kut! 10. Zo, ik had precies... Oh nee, je hebt nooit genoeg. Kom op de bank. Ja. Dat dacht ik zo. Oh, wat... Hij mag weer terug. Hij zit toch nog niet voor je. Dat wist ik dat het ging gebeuren. Weet je wat erg is? Ik ga nu een klein stukje terug. Ik ga helemaal naar boven. Ja. Moet kijken. Ion, you. Gezellig. Godverdomme. Nou, gewoon! Mario heeft niet genoeg. Het is ook net weer 1, hè? Dat is nu wel genoeg en dan krijg je hierna een reverse ding. Ja, of een wallblok of wat dan ook. Voorwebzak, nee. Geluksdubbel. Of course, hij krijgt een geluksdubbel blok. Wat een dobbel. Wat een blok. Nou, als er hidden, als er een vraagtekening is, ben ik kampioen al. Uitroepteken? Ja, we weten hoe tellen we. Ja, mooi. In de blok?
Nee. Oeh. Oh, dubbele munten! Zie je? Dubbele munten? Oké, okay, ja. Dubbele munten voor Milo! Oeh, lui, lekker band. Niet daar lekker band, dank u. Oké, okay, dus de eerste keer. Dragging the towing! Ja. Moet, moet ik als de tegengestelde richting? Nee, je moet gewoon draaien. Gewoon draaien. Nou, gaat als een poten, dat weet ik nu al. Tyfus, mijn klauw. Dat is ook gewoon geen goede manier om dit te doen, hè? Nee, ze hadden het ook gewoon in deze game gewoon niet meer in moeten doen. Nee. Maar ze weten ook dat die kinderen gewoon brandende huid van hebben gekregen. Dus waarom stop je het opnieuw erin? Of had dat gewoon gedaan van Meshen of L&R, weet ik veel. Meshen had ook leuk geweest. Ja, maar... Of het R&R, maar dan echt snel voor elkaar. Ja, met bijvoorbeeld dat opblazen en dan L&R doen. Nou, dan was het nog misschien goed geweest. Sieben. Hit een blok voor Milan, bro! Nee. Kan het. Ja! Ja. En een ster zit er ook nog in! Nee! Oh, wel 5-4 coins! 4 coins, wauw! High roller! Dat komt omdat ik zo hoog aan het coin sta. Maar ik had wel een hit een blok en daar moet ik blij mee. Boe! Je moet naar. Je gaat helemaal rechts onder, hè? Je hebt niet de keuze om naar links te gaan. Ja, weet ik. Ik mis de oude orbs, dat vond ik veel leuker. Waarvoor ga jij mooi dobbelen? Hallo Boe. Sorry. Oké, it's on. Nee, en nou, nu is het on. Nu is het 100% on. En weg is het gunnen. It's on. Like Donkey Kong. Dus we gaan Master Mario nu niet meer fucken, we gaan mij fucken. Of we gaan ook, oké, laten we dit dus afspreken. Iedereen gaat elkaar, mag elkaar fucken. Ja, natuurlijk. Vanaf nu. Dat is wel een 20. Ja, ik wil gewoon even kijken wie er goed is, jongens. Laten we dan, laten we dan ook weer even Pokepummel gaan, maar dat is dan weer niet. RNG. Ja, dat is RNG, dat is niet leuk. Oeh. Boy, yo, er zat een dikke lag in. Ik denk dat dat er iets met mijn controller is. Yeah. Shit. Ik had de laatste duel door elkaar. Verdomme. Ik zat eerst eventjes te... Gewoon. Ja, ik zat eerst eventjes te kijken waarom mijn controle naar rechts liep en dan naar links. Controle dus. Nou. Nou, ik weet dat niemand soms in de boel gaat. Padam. Wel op zich leuk als we nu elkaar ook gaan fucken, vind ik wel leuk. Alleen wel met controles gegooid worden waarschijnlijk. Het duurt de hele vakantie kunnen we dit netjes doen, laatste avond. Ja jongens. Ah joh, lekker boeiend, we te verliezen. Wij hebben eigenlijk bord toch al aan de afgelopen dagen. Krijg toch allemaal de pleuris. Ja, je kan weer, hè. Ja, maar de kleer is copyright, dus dan zeg ik de pleuris. Nou, iemand nog wat drinken? Nee, dankjewel. Nee, heb nog. Verraden? Nee. Verraden? Nee. I'm joking. Ja. Een grapje maken. You take me in the mailing? Yes, I take you in the mailing. I hold you for the holes. Echt, ik kan straks niet meer achteruit vooruit lopen. Ik zit er 2% alcohol in, maar... Ja, maar als je 104 wit doet. Oeh, ja, dat heb je controle. Ah, je rookt toch niet weer. Dat is jouw go-to antwoord. Deze weer. Wacht, deze weer. We hebben alle games al gehad. Ja, ik ga wel. Oh, dat viel. Nee. Zo, morgen. Ga best hoor. Yo, deze mental.
Hij heeft weer gewonnen, die Alice. Ja, nee, ik gleed net... Alice ook nog! Dat is een nieuwe. Zo ben ik denk ik in 12 jaar nog nooit genoemd. Nee? Op YouTube, nog nooit. Alice is echt mijn go-to woord. Ik zit er nog wel eens wat woorden voor woorden achter. Maar maakt niet uit, ik ben al voor het allerergste beledigd. Ik kan echt wel wat hebben hoor. En een geluksvakje. 24 miljoen coins. Dat blijft zo leuk aan Mario Party 3 met dat je 999 kan krijgen met een gokker. Dat vind ik zo mooi. Ik had met Justin dat een keer dat hij zijn 200 coins verdubbelde. Ja, dat was gaaf. Heel dat nice. Gaaf. Vind ik trouwens ook leuk bij Mario Party 7, die mic minigames. Die mic minigames. Ja, ja. Dat kan je ook met R doen in plaats van met een mic, zeg maar. Serieus? Ja, dan kan je R indrukken. Ja. En dan krijg je gewoon alle keuzes. What? Ja, dus dan kan je dus ook je geld verdubbelen. Dan kan je jezelf inzetten hoeveel. En dan moet je Jezus. Een soort memory doen met... Ik dacht echt dat de mic nodig was. Nee, je kan R indrukken en dan krijg je gewoon alle keuzes van die minigame. Mental. Nee, hey, dat kan een ster komen, zeg je dat? Hier een blok. Waarom heb ik een volgevoel dat jullie van plan is? Ja, omdat die. Voor je nou zeggen dat je op dit moment geen plan hebt. Yo, mental. Ah, oh, die is zuur. Je hebt nu wel een hoofdsleutel. Ja, maar ik heb geen hard hoofd in. Nee. Je hebt er geen hard hoofd in? Nee. Je moet ook wel je hoofdje erbij houden. Ja, inderdaad. Koppie. Kop. Mint game. Oh nee, mini game. Klein spellentje. Klein spellentje. Een mini game. Valvakjes. Dat is met die nummers. Hey, final countdown. Oké, the battle is on, guys. Let's go. Blijf dan gewoon met die nummers bezig. Kut! Ja, karma is een bitch. Karma is een fucking bitch. Ja hoor, hoe dan? Voor mij was je al klaar voordat ik überhaupt iets deed. Mooi. Dit heeft niks te maken met schoppen, maar ik stond gewoon stil. Het is de finale aftelteling. Er zit 8 rondes in en we hebben nog niet eens een ster op het bord. Daar ga ik nu verandering in brengen. Never mind. Net aan. Maar als je 4 had gegooid. Toen komt er al. Content, jammer. Nee, de enige die nee doet bij sterren ben ik. Ja, omdat je zo mangled bent. Heb ik nou een keer op opname gedaan als je hebt nee gedrukt? Ja. Je bent echt niet goed. Dat ben ik ook niet. Had je toen gewonnen? Nee. 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 Mij, please. Jesus Christ. Jesus Christ, Superstar! Geluksvakje, sterke 2. Nee. Ja, tuurlijk krijg je geld ook. 7 coins. Wat is er nou weer? Wat ga jij nou doen? Hè? Lopen. Wat zegt er? Ga je nou? Ja, ik doe het. Hè? Ga ik nou weer terug? Nee, toch? Nee. Oh, thank god. Volgens mij kom je op. Dat zou echt bezopen zijn. Dat zou echt bezopen zijn. Dubbelblok. Een dubbel blok. Ja. Nee, maar dat wist ik al. Ik niet snap. Quattro Stationi! Ik niet snap. Fuck off, vlieg! Nou. Ik kan er vlieg niks aan doen. Deze guy. Wat wil je? Hij wil de wereld zien branden. Oh. Deze man, ik zal hem nu echt niet meer. Nou, wacht, want er al iemand in dat rijtje staat en dan maakt iemand erin. Ik weet zijn plan, man. Ja. Ik zag zijn plan. Wat is mijn plan, man? Je blijft daar net zo lang rondlopen tot de ster op het vakje recht boven je komt nu. Verkeerd plan. Niet? Nee. Wat is het plan dan? Dit is het plan. Wat is dat plan? Op de hele tijd zit de fluiten met je bek. Nee, ik wil graag fluiten. Laat mij fluiten.
Ik mis mijn fluitje. Snap. Neem dat maar zoveel mogelijk uit context als je wil. Ik wou het zeggen, that's what she said. Oh ja. Wauw, eerste keer dat we deze hebben in een fatsoenlijk boord. Mooi. Coney Island, here we come. In plaats van Ellis Island, ik snap hem man. Ellis Island? Nee, Ellis Island is waar, waar het vrijheidsbeeld staat. Daarom heet deze Coney Island. Oh, serieus? Omdat het nu een ijskoon is. Joh, lol, wist ik niet. Wist ik oprecht. Ja, Mario Party is goed in het verzinnen van punts in hun titels van spelletjes. Ah, oh, ik was te traag. Ja, same. Want je kan hier ook, je kan elkaar ook niet wegduwen, hè? Als je eenmaal stilstaat, is het ook gewoon klaar. Ja, dat is heel raar, dus je kan je niet weg kan duwen. Net als die game met die plant, als je het water moet geven, terwijl het wolkje in de weer gaat. Nee, precies. En deze is dat soms gewoon geluk hebben. Dat is wel raar. Nee, dit is wel skills. Fuck off. Dus dat is weinig skills aan, dat is gewoon goed staan. Je moet gewoon goed naar de schouder kijken. Maar als één iemand er eerder staat, als ik helemaal links sta... Zijn we lekker bezig? Oeh, ik wil heel even naar de map kijken. Op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart. De kaart is vrij. Dat ik ben gelukkig niet de enige die op zoek Je moet helemaal eromheen langs. Yo, en mental, je kan naar boel. Nee, ja, dat was mijn plan inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dat is net niet van die volgens mij. Maar toch ga ik het niet riskeren. Nee, ik kom er net niet. Maar ik ga toch ook maken die kant op. Ik weet toch al dat je mij moet rejatten, dus. Of niet? Oh ja, trouwens, ik kan coins jatten, dus ik hoop eigenlijk dat iemand zo de ster nog pakt. Ja, jij denkt, ik ga een ster pakken. Jij denkt dat ik nu een ster ga pakken. Dan ga ik nu echt op no drukken. Ja, maar dan gaat Mario doen zo. Die gaat zo de ster. Maar ja, Mario moet er wel een stukje lopen. 11. Nou, laat me zitten. Ja, inderdaad, laat me zitten. Staat Mario niet rechts bovenin? Ja, yep. Staat bovenin. Hallo Mario. Chalos, met je geld. Point blank. Ja, mooi. 300%. Zelfs van, je hebt alle tijd om weg te rennen. Ja, dat is echt zo'n bad guy monoloog, zeg maar. Mm-hmm. Jammer joh. Kut. Kut. Wat? Ja, nee, alsof je hem zelf nog niet door hebt. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Huh? Maar de vraag is, kan je er 4 uithalen of net genoeg dat je met de minigame volgens zo'n dead end? Nee. 5 balks vol, 13 punten kwijt. Wat zal er gebeuren als je niet op A drukt? Al je geld weg? Nee. God, wat zal dit toch gaan doen? Hè? Hoezo hè? Gast, je bent fluit, ik sta voor de fucking ster! Jouw punt. Mijn hersenen snappen Jordi niet, maar dat... Doe ze al 12 jaar niet, dus... Af en toe vraag ik me überhaupt of mijn hersenen het überhaupt snappen. Oh god. Winning, maar doe ik absolutely nothing. Dit doen ze ook wel eens? Ja, letterlijk. Het is net alsof we op ijs staan. What the fuck? Yo, mental. Zie je ook. Zo. Nou jongens, nog 10 seconden volhouden en we hebben allemaal geld. Geld, allemaal geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Kut! Nou, blijkbaar is hij wel uitgeteld. En was meteen stil. Oh, ik dacht ik ging slaan. Nee joh, ik ga echt niet iemand slaan hoor. Nee, ja, als ik naast mijn zusje dit doe en ik zit te lachen, dan word ik in elkaar geslagen. Serieus? Ja joh. Oh, dus daar kan ik wel zeggen. Nee, ja. Sir. Nee, dit is wel een beetje jammer eigenlijk. Ja, hè? Snap je? Oh. Ja, succes. Wat? Yo, nee. Nee, minder. KUT! KUT!
want ik heb echt de bewaking. Het is nog geen stilteuur hier. Nee, true. Nee, ik denk wel dat er hier iemand vermoord wordt. Wordt hij ook. Geef die mensen hier de rechts van de schuld. Dat is goed. Nou, die hebben denk ik al genoeg aan de naam. 4 balk is 9. Super logisch. Ik heb wel gestopt, meer maar dat dan zijn we. Zo, deze is even kut. De strijk is ook net niet echt aan geholpen. Nee, mooi. Ik vind het wel Quiet Hour. Nee. Ja, het is net Quiet Hour. Toen ik het deed was het precies Quiet Hour. Ja, politie aan de deur. Het godgeslagen hete hok hier. Ja, het is wel heet. Het is echt heet hier. Ja, nu... Hier is nu echt heet, zonder airco. Nu heb ik het ook wel warm, ja. Dat is het voordeel als je straks in, de kamer, in je eigen kamer zit, dus elkaar uit. Ik denk dat ik misschien toch wel nu wel onder de douche ga, want... Nou, ik ga zeker onder de douche. Nu ben ik een beetje plakkerig. Ik ben echt plakkerig als de motherfucker. Ik heb trouwens ook een wc bij jouw douche. Huh? Oh, dus eigenlijk twee wc's heel dicht bij elkaar. Huh? Dat is wel hard. En gelukkig voor jullie. Ja, misschien ook. 11. Luf. En? Luf. Luf. Oh. Dure dingen. Ik heb toch het geld, maakt het uit. Dat is zeker waar. Oh, wat jammer nou. Wat jammer. Weer terug. Ik hoop echt dat een bonus de happening space is, want dit is echt bizar. Jij weet namelijk al wat ik van plan ben. Ja, oh, wacht maar vriend, je bent echt de lul straks. Je bent zo hard de lul, dat is echt niet normaal. Ah, tegen die tijd is er al iemand op Bowser Revolution gekomen. Krijg de tyfus. God cholera de tuin, tyfus. Het is hier warm! Het is echt godsamme geslagen heet. Wat is er? Wat is er? Het is hier gewoon warm, oké? Het helpt niet als je je zo druk maakt. Nee, weet ik. Maar ik zit hier te verniften, wou ik zeggen. Nou, als... vernikken, binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel, vernikken. Zo, prima. Dubbel, lekker. Ik ga die kant oplopen als ik jou... Oh. Ja, kan wel. Kut. Magische poe... Ja, de! Tuurlijk gaat die voor jou, denk jij gaat voor mij! Netjes. Gezeven. Gezeven, geacht, genegen. Ook dat nog. Wees blij dat het overgeslagen wordt. Gratis ster. Nou, het, niks verbaast me meer. Nee, ik mij ook niet. Birdo, jij bent! Huh? Want nu ga je wel de ster van Mario die had, toch? Nee, ja, ik wil, je had hem sowieso van Mario, want ik wil alles voorkomen tot de CPU wint, want dan schaak ik me echt uit. Mm-hmm. Easy. Yup. Welke knop was het ook weer? Zelfs Jordi heeft het warm. Ja, dat is echt zijn voorhoofd ziet er vochtig uit. Ja, mijn rug. Dat is zonnebrand. Mijn rug is... Ja, dikke lul. Ja. Mijn rug is helemaal doorweekt. Zo, niet normaal hier. Oh. Also, ik heb het niet warm, maar het is gewoon plakkerig. Nou, ik heb het ook warm hoor. Oh, geld. Milan, ik heb het warm van jou. Dat snap ik wel, ik ben ook rot. Tikkende vulkaan. Deze. Ook dit noemen ze wel eens. Kaboom. Dat is niet waar. Maar jij hebt Mario, dat is niet eerlijk. Zo is dat nou niet eerlijk. Kom op Mario, je kan het. Kom Mario, je kan het. Kom op 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 Mario, je kan het. Mario. Ja! Rest my case. Rest my case ook. Gewoon. Wow. Binnen in mijn ziel, kaboom.